Ja, ik ben Leander Lebeau. En ik heb een paar jaar geleden nog bij Verharding gespeeld. Ik heb daar toen 14 jaar ongeveer bij gezeten. Ik ben toen even gestopt. Maar ik mag ieder jaar terugkomen voor de openbare repetitie van het carnavalsliedje. Ja, het carnavalsliedje, dat, daar beginnen we altijd al heel vroeg aan. Als ze zeg maar klaar zijn met de carnaval, dan gaan we gelijk door met denken. De groep binnen de SKS die het motto verzint en eigenlijk ook gelijk creatieve invulling bedenkt voor alle evenementen. Het carnavalsliedje, daar denken we dan heel kort over na, maar eigenlijk wordt dat gelijk doorgeschoven naar een klein comité. Daar zit ik ook bij, samen met Dennis Vermeulen en Junior Huigen. Samen bedenken wij een beetje wat voor vorm het liedje gaat krijgen. Dus wat voor genre, dan denken we na over, over of het een 6/8 maat soort wordt of een 4/4, wat het tempo is en wat voor akkoorden er het beste bij dit liedje passen en bij dit motto. Dat soort dingen bedenken we eigenlijk al voordat het zomervakantie is. Dan is het vervolgens aan Junior Huigen om het te arrangeren. En dan komen we daarna nog 2 of 3 keer bij elkaar om het te fine-tunen. En als het zover gereed is, dan gaan we door naar de opnamestudio. Daar kiezen wij een aantal muzikanten uit Steenbergen. Dat zijn over het algemeen altijd wel dezelfde. Op een paar posities roleren we een beetje. Maar die muzikanten die komen uit alle dwelbandjes van Steenbergen. Als we dat opnemen, dan gaat het uiteindelijk op de cd. En dan wordt het met het snorrebal weer gepresenteerd aan de mensen. Leuk kent iedereen grenzen. Het leuke wat ik vond aan dit liedje is dat in alle partijen ook allemaal van die verscholen melodietjes zaten. Van, één die heel erg overduidelijk is de Marseillaise natuurlijk. Maar ze hebben volgens mij ook carnavalfestival en allerlei andere van dat landelijke deuntjes. Mooi, al die schuiven naast elkaar. Het belang van die openbare repetitie is natuurlijk dat het voor veel muzikanten dan even goed de tijd krijgen om naar het stuk te kijken voordat ze het uit gaan voeren als ze bijvoorbeeld hofkapel zijn of gewoon op straat met carnaval. Dat kan natuurlijk ook, graag zelfs. Alleen de openbare repetitie vind ik dan vooral heel belangrijk, want ze krijgen natuurlijk te zien met het, en te horen tijdens het snorrebal. Maar dan wordt het gelijk gespeeld door de muzikanten die het ook op de cd hebben gezet. En dan horen ze eigenlijk al hoe dat het zou moeten klinken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het voor iedere muzikant ook zo gemakkelijk afgaat. Dus daarom, die openbare repetitie, is het zo belangrijk dat iedereen daar naartoe komt eigenlijk. Om ook eens een keer gewoon rustig naar die muziek te kijken, de noten voor zich te zien. Een stukje beleving mee te krijgen, dynamiek, hè. Want dat is natuurlijk, in het welbandje ga je altijd vol vooruit. En ja, zo'n Walter die legt dan toch ook even uit waar de punten in de muziek zitten. Waar je misschien eventjes wat zachter moet spelen om de melodie meer aan bod te laten komen. En hoe je tempo goed vasthoudt. En voor mezelf, ik vind het ten eerste echt heel leuk om dan ook al die muzikanten te zien. Met wie ik dan gedurende de carnaval als hofkapel, achter me op het podium of in één grote groep muzikanten naast me op het bordes. Dat ik die allemaal ook even te zien krijg hoe zij het spelen, zodat ik ook een beetje feeling met hun krijg. Dat we het straks met carnaval gemakkelijk kunnen voordragen aan iedereen.
ja, het carnavalsliedje zelf repeteren, dat doe ik niet per se heel veel. Kijk, voor mij is zo'n openbare repetitie is eigenlijk ook een moment dat ik ook ga ondervinden hoe het is om het met de muzikanten te zingen. Maar ja, omdat ik ook in heel die voorbereiding heb gezeten, weet ik natuurlijk al een beetje van hoe het nummer uiteindelijk uit de verf moet gaan komen. Maar het is altijd nog maar de vraag hoe dat het uiteindelijk gespeeld gaat worden. Je hoort dat ze dingen meenemen van die repetities naar de carnaval. Met name in de afgelopen jaren ook wel eens liedjes gehad waar best wel even iets lastigs in zat. Een break of in één keer een tempowisseling, hè? Gaan we rappen. Dat zijn dingen, ja, daar moet je echt wel even goed bij stilstaan. En dan is echt zo'n repetitie, die zorgt er wel voor dat het bij iedereen goed gaat komen. De openbare repetitie van het carnavalsliedje is voor mij altijd een heel leuk en belangrijk moment in het jaar. En ik zou ook echt een oproep doen aan alle muzikanten om daar gewoon naartoe te komen. Heb jij nou ook speciale herinneringen aan evenementen van Volharding? Laat die dan ook even weten.